Voor de vogeltjes. Ja. En pommetje. Stralende zon, teer. Wel goed gevrozen. Dus we gaan straks onze Wim Hof doen. Na een sauna. Nu gaan we lekker ontbijten. Het was een zalige bed, schat. Dat... Ik heb niet gevonden. Dat groen aan die bomen. Zie. Oh, maar ik krijg er weer al kippenvel van. Hier zitten wij te ontbijten, hè. Kijk, het heerlijke ontbijt. Dat sapje, dat was appelsien, aardbei, appel en een muntbladje. En granaatappel. Wentelteefjes. Steranijssuiker. Dat is allemaal zo speciaal aan smaak en toch lekker. Honing. Gedroogde rozenblaadjes. Ah ja, gedroogde rozenblaadjes. Allemaal zelfgemaakte confituurtjes. Smaakt het, Janke? Het is wel een heerlijk begin van de dag, hè? Ben je er klaar voor? Ja, ik ben even mijn mail aan het checken. Niet zover? Niet zover. Wim Hof. Oh. Ik hoop dat ik niet mee. Ik heb er een leekje over, hè. Down to the river. Ik hoop dat ik niet meegesleurd ga worden. Door de stroom. Zeg, met rassen schrijden daalt ze de velden af. Richting... het koude water. De rest ziet u later. Ja, we zijn aan het water beland. We gaan in het zonnetje zitten. We gaan in het zonnetje zitten, aan het strand, La Plage. Voor alle duidelijkheid, het is 13 april zeker. Hè? Vanmorgen heeft het nog gevrozen, dus nu schijnt het zonnetje. Een echo! Ziet hem daar staan. Moeten daar veel moeite voor doen. En dat is de sauna. Hout gestookt. Met een prachtig view. Een strandje zijn. Het is weer serieus bergaf. Ik heb geen stokken bij. Hoe bangelijk is deze weer al? Hey, dat water heeft van de winter tot hier bestaan. Zijn we tot hier eigenlijk vol in de bloemen. Zot, hè? Daar is de monding van de... weet ik. Tourdou of zoiets, wel. Ja, hemels. Wat ga je iets te zeggen? Voor u staat een gelukkig man. Het leven zoals het is, zou ik zo zeggen. Ja. We pakken dat er goed van, Chriske. Amai. Doe maar dan. Het ziet echt mooi, amai. Mijn woorden hebben aan deze stilte niets toe te voegen. Dat heb je mooi gezegd, Jan. Thank you.
flink. Verzopen kip. Oeh, niet bij mij. Niet bij mij. Hij durft wel veel meer, hè? Zie ze in de soep op. Het laatste momentje van ons paddagje. Ja, ja, zo goed. Schakken. Zijn jullie aan het filmen? Ik ben aan het filmen. Oh. Schal. Geet voor die we. Lekkere bibbels. Ga rijven, krijg naar. Ah nee, alle leuvenko. Dan moeten we. Deze is echt leven als God in Frankrijk. Dat is het pakken, hè. Zie je, hier midden in de natuur. Oh. Ik denk juist straks dat die lichtjes hier branden eigenlijk. Ja, dan moeten we nog wat komen filmen straks. Ja. Allee, geniet ervan. Fieske. Zie je tranen in mijn ogen? Wacht, ik ga zelf even inzoomen. Niet inzoomen, zot. Ik wist echt, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ja. Dat is allemaal zo juist. Kijk, we krijgen hier ook voor, want dat is hier de echte Roquefort, 20 kilometer hiervan. Hè? En dit is paté gemaakt van kweepeer. Dat is een perfecte combinatie. Ja. Hier kun je wel inspiratie op doen, hè? Ja. Juri en Febe. Febe. Een dikke en dikke proficiat. En, mensen, dit is hier rijven. In, hoe heet dat hier? Janol? Janol. Janol. Ja, we hebben een plaats genoemd Janol. Ja, ja. Maar weet je wat, ik ga het beste misschien een Facebookpagina opzetten. En dan kunnen mensen dat wel terugvinden. Meneer de kasteel hier. Dat zou wel zijn. Zit je goed? In het koninkrijk hier. Zie, het is zo prachtig. Deze moeten ze nog allemaal restaureren, maar zo mooi ingericht. Allemaal met dingen dat ze hier gevonden hebben. En wij gaan hier zelfs weer al lekker eten. Weet je wat, ik heb de kinderen gezegd van die Hollanders. Dit Hollanders die hebben een boot hebben. En geen Hollanders die een maat hebben aan een boot hebben. Dat is interessanter. Jawel. Die mannen die hadden kasteel hebben, wij kennen die mensen dat een kasteel hebben. Dat is interessanter. Zie je, een modest passeert ook helemaal, hè? Ons gebeuren niet, dat we gewoon het kasteel hebben. Nee. Kijk, de amuse-gueule, dat is de wildpluk. De knopjes van paardenbloemen is op het zuur gelegd, dat zijn kappertjes. En dan allemaal wilde bloemetjes in filodeeg. Ik ben benieuwd. Ja, ik ben er altijd superlekker. Het was zalig. Mooi, super voldaan. Het was superlekker. Dat was echt lekker. Elk bordje was een schilderij. Mooi. Elk hapje was een ontdekking van nieuwe smaakpapillen. Heel leuke mensen, hè? Ja. Hoe kunnen ze die terugvinden? Op hun website, weet jij wat van je website? Rijven. We gaan het erop zetten. Slaap wel. Het was een fantastisch weekend. Voor ons verjaardag, je mag te vieren. Een aanrader. Ja. Tortelduifjes onder jullie. Komt maar naar hier gevlogen. Het gaat de moeite zijn. Goedenacht. Doei.